En de man op kop is natuurlijk Raymond van der Wiesen. Hij is winnaar van de EK rondes in Frankrijk, zowel 1 en 2. Hij is absoluut de beste Nederlander die we op dit moment in het internationale circuit hebben. En hij gaat mee naar die finale hier in Vorkel. Van der Wiesen op 1, Van der Heijden op 2. Teppen sluit aan op die derde positie. En dan zien we de tweede man in het oranje. En dat is Sander B. Wisseling. Sander Wisseling mee naar de finale.